Niet schrikken. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hallo. Ik denk, de kinderen zelf niet schrikken. Mag ik wat vragen? Tuurlijk, tuurlijk. Is dat toevallig dat u hier staat met een rijdende school, terwijl hier kermiswagens staan? Nou, nee, tuurlijk niet, tuurlijk niet. 1 en 1 is 2? Sowieso, altijd. Wij krijgen gewoon de route van de mensen doorgegeven. Waar ze ik ken het ook Limburgs brood, hè? Ja, ik ken nog plaatkallen. Ja. Dus wat is ook werkterrein? Werkterrein is gans Nederland. Goh, ja. Soms ook Europa, dus vergunt ook wel nou Tsjechië en, en wanneer het nog meer weg is, dan doen we alleen online onderwijs. Wat gaaf! Ja. Wat een mooi initiatief! Ja, en nog een hele leuke baan. Dus we zijn het eigenlijk elke week op een andere plek en elke week op met een andere groep kinderen. Ik ga er noem maar 2 heen. Ja. We gaan ook 3 soorten scholen. Want een hele grote school, dat is een trekker met oplegger, daar kunnen we met 12 kinderen zo goed in. Ja. Wat gaaf. En dat is een stichting? Een stichting Rijdende School. En die zit in Geldermalsen. Oké. Okay. En wie is er ooit mee begonnen? En dat is al heel lang geleden, geloof in 1955, zijn de kermisexploitanten er zelf mee begonnen. Die zachten van ja. Oostkinger die moeten immer achterblijven en voor willen ze eigenlijk hier bij ons gaan, kunnen de school niet gewoon met ons metreizen. En dat initiatief is toen genomen en dat is uitgegroeid tot Stichting Rijdende School met zo'n 12 grote wagens. En we gaan nu inmiddels wel 8 van deze minischolen nemen via dat. Daar kunnen dan 2 of 4 kinderen in. Wat leuk! Ja. En waar kom je zelf vandaan? Simpelveld. Simpelveld? Ja, van Simpelveld. En daar zit je vanmorgen ook vertrokken? Ja, daar ben ik vanmorgen met vertrokken. Met dit? Ja. Daar rijd je gewoon lekker mee? Daar rijd je zich lekker mee door het land. En soms moet ik ook wel verder. En dan, ik ga zelf ook in een camper. Dus dan rijd ik zelf met de camper. Ja. En dan ben ik natuurlijk overdag de juf en 's avonds de buurvrouw. Oh, maar dan doet je lesgeven in nog eigen camper? Nee, dan brengt Verand ook chauffeurs. Die brengen de trekker met oplegger en de plaatsen mij dat. En dan zet ik mijn eigen camper erbij. En wie financiert dat dan? Dat is ook van het Rijk van Nederland. Het ministerie van Onderwijs. Wat een geweldig initiatief. Is dat in Nederland is het enige op de wereld dat dat op die manier organiseert. Ja. En wat is ook achtergrond? Heb je altijd al voor de klas gestaan? Altijd voor de klas gestaan, ja. En we houden in de winter ook kinderen van de kermis. En dat vond ik helemaal super interessant. Dus in de winter dan worden die door en dan ging ik kijken. En gewoon kijken wat ze gingen bouwen. En dan komen de ouders van, ze hebben iemand nodig op de rijdende school. Is dat niet iets voor jou? Ja. Ik dacht het wel. Want in maart, met die weggongen, dan worden de vogeltjes aan het fluiten. Dan moest ik ze zwaaien. En dacht ik wil eigenlijk ook met. Nou, en 22 jaar geleden ben ik er aan begonnen. Boah. En ik ben er nog altijd. En ik doe het heel graag. En het is ook leuk. De BIS has heel veel contact met de ouders, met de gezinnen. Dus ik kan ook dan heel goed met de kinderen werken, zeg maar. Ja, want het is natuurlijk het onderwijs op maat. Ja. Altijd kleine groepjes, ja. Dus veel aandacht voor de kinderen. Veel aandacht voor de kinderen en we hadden natuurlijk alle leeftijden van 4 tot 12 of 14 jaar. En we reizen ook met het circus met. Dus dan hadden we ook nog alle nationaliteiten, zeg maar. Dus ook talen spreek je? Ja. Engels, Duits, Frans. En de rest maken we er een goulashtaal van. Zijn ik maar dus Hongaars? Ja, ook. Ja, dat. Dat. Ja. We mixen alles bij elkaar en dan ook nog een heleboel theater erbij. En dan begrepen we elkaar goed. En alle vakken die ze op de lagere school krijgen, die geef je ook? Die geef ik ook, ja. En alleen natuurlijk, ik ken natuurlijk ook Ischrif en Kalgin Chinees. Maar de rest ken ik ze eigenlijk alles bieden. Ik kan ze een kinderlijke omgeving bieden, want ze moeten soms ook wel eens metwerken in het circus, wat ze overigens heel leuk vinden. Ik weet of ze serieus aan het werk zijn, ja of nee. En voor de taal hoor ik de mam of de pap naar school binnen en zeg ik, kom,
kijk toen eens met mij of dat een beetje klopt wat ze gemaakt hebben. Ja. En ja, en ja, rekenen en de rest, wereldoriëntatie is universeel natuurlijk. We gaan toch samen op stap. Ja, bij het strand stond geen van natuurlijk niet lezen over het strand. Dan lopen van het strand en dan gaan we natuurlijk de schelpen zoeken en de duinen in en de fauna en de flora bekijken. En ja, zo. Dus als er iets over natuur, dan kent je ook ja, een paar passen vanaf het busje, kent je wat, ja, plantjes, zeker, takjes, bomen. Zeker, vermaken ze vooral gebruik van de omgeving. Om daar zoveel mogelijk van te leren. Hey, en je hebt nou twee kindjes? Van nu twee kinderen. Is er toevallig eentje van die? Van die van die rode wagen. Zijn alle twee van die rode wagen. Want die zijn allebei van de rode wagen? Ja. Oh, wat leuk. Ja. En dan ga ik vanmiddag gewoon naar Grevenbecht. Want er is ook kermis. Er is ook kermis. En dan geef ik daar ook 2,5 uur les. En is de lesuren, zien die vergelijkbaar met... We proberen het wel. Kijk, of is dat ook weer goulash eigenlijk? Ook goulash. Kijk, we voor met een grote school zijn, dan is het gewoon 5,5 uur per dag. Maar met zo'n minischool, ja, dan kom ik jij smorgens en dan gewoon, ik geef ik instructie en dan zet ik ze aan het werk. En dan geef ik ze voor 's middags huiswerk. Ja. En morgen kijk ik dan of dat een beetje goed verwerkt is. En dan pak ik de draad weer op. En dat doe ik vanmiddag door in Grevenbeek ook. En dan dat is dan tot en met dinsdag. Ja, en dan stond ik in Gelin. Dat is doorwerkkermis. En dan stond voor mijn grote wagen. En dan doet je ook nog... Maar bijvoorbeeld schipperskinderen? Ja, we kennen net achter het schip aan. Anders zouden we dat ook doen. Ja, we gaan wel nog een kleuterafdeling. En soms is dat nemen ze kleuter aan boord. En dan is er een bootje en een rugzak met kleutermateriaal en een helm. En dan geeft ze naar de kajuit en dan kunt ze door. Ja, met die kinderen aan de gang en werken. Maar dat is alleen voor kleuters. En verder is dat menig in Maasbracht, is er een schipperschool. Ja, uiteraard in ja. Maasbracht. Hè? Ja. 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 Het is natuurlijk een voor de hand liggende vraag, maar wat is nou leuker voor de klas om in een reguliere school die uit bakstenen bestiert of dit? Ja, dat is natuurlijk een inkoppertje. Hè? Ja. Maar dat is toch eigenlijk ook niet voor iedereen. Er zijn ook mensen die bij ons solliciteren en die dragen nog 14 dagen. Jongens, sorry, ik heb me vergist, is niks voor mij. Toen moest natuurlijk flexibel kunnen zien. Wensen een gezin als met kleine kinderen is dat al moeilijk natuurlijk. Moeilijk te combineren. Want ja, het kan best zijn dat ze mij morgen over bellen en zeggen van, kun je in Dordrecht beginnen? Ja. Ja, dan moet ik ook even slikken natuurlijk. Want dan denk ik, oh, dan moet ik de camper in orde maken, dan moet ik dit, dan moet ik zus. Maar dat zijn onregelmatige dagen toch? Hè? Het is niet automatisch van 9 tot 5. Nee, nee. Maar dat avontuurlijke, dat trekt toch wel, en dat duurt toe, zo ik neem eens moeilijk over. Dit ging er moeilijk over. Nee, dat is, dat duurt bij mij. En dat is prima zo. En dan, ja goed, ben ik dan zo'n weekje of 2 dagen in Den Haag stoel, vind ik dat natuurlijk ook heel erg leuk. En dan soms pak ik me een leuk hotelletje aan de boulevard en dan ga ik met de tram naar het Malieveld. En dan, het is toch een leuk leven. Mocht de juf dan ook altijd overal was op de kermis kunnen, gratis in de boetzantjes en zo? Ja, en dan geeft serieus? Ook, serieus. En dan geeft ook extra hel. Vind ik de juf minder leuk. Oh, dat doen die, die kermisklanten dan weer. Mag ik u iets vragen? Jawel. Ja? Kennen we Limburgs brood of niet? Ik kom uit Deventer, dus een goed Limburgs. Dat wordt lastig, hè? Ik brood even maar. Want u bent de papa, hè? Nee, die zit hier binnen. Oh, die zit hier binnen. Maar u bent. U werkt wel mee op de kermis? Ja, ik ben de zoon van. Ik werk eigenlijk vast werk. Oké. Okay. Dus maar ik help hem even mee. Oké. Okay. Maar zou ik hem misschien iets mogen vragen? Van mij? Over de mobiele school? Ik hoef die op tv, hoor, trouwens. Nou, vraag het hem even. Als het nee is, is het nee, hoeft hij ook niet in beeld te komen. Michel, wil je in beeld? Dat wil je wat vragen. Goedemorgen. Goedemorgen. Komt u ook uit Deventer? Klopt. Ja. Maar wat een te gek initiatief is dat. Ja, dat bestaat al heel lang. Ja, ik hoor het van de juf. Die kleintjes, die bestaan ook wel een tijdje. Maar eerder had je allemaal zo'n grote, hele grote.
En die kwamen nooit als er twee kinderen waren. Dan moest er altijd een stuk of zes zijn. Ja, wij stonden altijd op dit soort kermis. Dus ja, dan had je bijna geen school. Nee. Want er kwam niks. En nu hebben ze dit uitgevonden. Maar hebben ze toch nog voor... Hoi. Hoort u bij elkaar? Ja. Oh, dus er komt er nog eentje aan. Ja, er komt er al een. Oh, dat rijdt al. Wat leuk. Enig. Ja. Mogen, zouden we even met de camera in het klaslokaal mogen kijken? Jawel, laat door. Ja? Ja hoor. Oh, dat is wel super leuk. Want dan kunnen we de kindjes nog even aan het werk zien. Juf, ja? We hebben gevraagd dat we even naar binnen mochten komen. Oh. Want dat kent ze natuurlijk. Hallo. Oh, wat een leuke klas. Ja. Wat enig. Ja. En in principe hebben we alles op een vierkante meter wat een gewone schoolhoog had.